Een bosje bloemen of een lekkere snack bij de pomp halen. Dat doen we denk ik allemaal wel eens. Maar bij de benzinepomp in Dinteloord kun je nu ook kennis bijtanken. In het winkeltje zit een afhaalbibliotheek. Het is even wennen, boeken lenen bij een tankstation. De bedenker werd in het begin dan ook voor gek verklaard. Mijn collega's die hadden echt zoiets, wat heeft ze nu weer bedacht? Dus die waren heel terughoudend. Tot ze met z'n drieën hier een middagje zijn wezen kijken en toen zagen ze het ineens voor zich. De bieb is net als de pomp 7 dagen per week open. De boeken komen van de officiële bibliotheek in West-Brabant. Dus je moet vooraf wel doorgeven wat je wil lezen. Als je als klant een boek gereserveerd hebt, dan staat hij voor je klaar bij de reserveringen. Dus je hebt alleen je pasje nodig en dan kan je hier zelf met de self-service je boek scannen en meenemen. En als je ze in komt leveren, haal je ze over de plaat heen, worden ze van je pasje afgehaald en zet je ze hier bij de inleverplank. Dat is een hele goede plek, want er is ruimte. En het belangrijkste vind ik zelf is dat er ruime openingstijden zijn. Nou, vind ik wel grappig. Ja? Ja. Je hoort dat eigenlijk nooit. Nee. En ik hoor het nou ook voor het eerst, dus ik ben blij verrast. Heel veel leuke boeken en heel veel leuke dingen. En ook de BP is er maar wat blij mee. De eigenaar heeft al eurotekens in zijn ogen. Eventueel tanken of auto wassen of dat soort dingen. Je hoopt altijd dat mensen weer bij jou ook iets besteden. Daar gaat het mij om. En dat lijkt al aardig te lukken. Geeft u meer geld uit aan boeken of aan tanken? Nou, dat is op dit moment eigenlijk iets meer aan tanken. Ja, is toch duur, ja, dat loopt weer erop, hè, dan die boeken. Ja.